laatste deel van het werk is het werk aan de stratenmakers. De stratenmakers heeft ook zijn eigen materieel bij. Dan hebben we de twee verschillende soorten shovels. Met de gele shovel kunnen ze de volle pakketten stenen bijrijden en de materialen dicht bij de werk zetten. Met de blauwe shovel kunnen we ook over trottoirs heen rijden, over nieuw aangelegde werk. Omdat deze wat lichter is van model. En zodoende kunnen we al onze materialen bijrijden en zorgen dat we de straatmakers voor het lijf zoveel mogelijk ontlasten. Hier staan we naast onze rupskraan. Hiermee leggen wij het riool aan, breken we de straat uit. En doen we eigenlijk al onze eerste grote werkzaamheden. Deze kraan is uitgerust met een draaikantelstuk. Dus hij kan, naast dat hij zijn normale graafbeweging maakt, kan hij ook zijn bak ronddraaien. Dat is voor ons in deze smalle straatjes is dat wel noodzakelijk. Een ander belangrijk hulpstuk wat wij gebruiken in ons rioolwerk is deze buizenlegger. De buizenlegger gebruiken wij om de buizen in de rioolsleuf te kunnen leggen. De kraan kan deze aankoppelen en met deze legger kan hij de buis oppakken en gelijk onder in de sleuf in de volgende buis leggen. En zo kunnen wij ons riool helemaal gereed maken. Nou, we zijn hier in de Dorpsstraat naast de mobiele kraan. Wij gebruiken deze mobiele kraan voor het werk na het rioleren, dus het afwerken van de zandbaan en vervolgens het afwerken van de puin. En daarnaast kunnen we met de mobiele kraan ook materialen bijrijden en zorgen dat de stratenmaker zijn spullen bij de hand heeft. Dus daarvoor gebruiken we deze mobiele kraan. En die is nu bezig met het afwerken van de puinbaan.